ik word heel erg opgewonden als ik hem met een andere vrouw zie vrijen. Daar word ik echt heel erg opgewonden van. En jij had dat niet. Mannen had je wel een beetje nou, moeten ja, mee. Kijk, jij was... Vrouwen vond hij zalig. Vrouwen erbij vond hij fantastisch. Mannen kijk, dan... dat. Ik moest in het begin natuurlijk wennen aan iemand die ook met andere mensen vree. En, nou ja, of met andere mannen. En ik was daar ook al bij, maar dat was gewoon even wennen. Natuurlijk, ik was dat niet gewend. En dat is onze regel ook. Als we iets doen, doen we het liefst gewoon samen. Ik bedoel, ja, als we mensen ontmoeten, vinden we het fijn om die samen te ontmoeten. En als we dan... daarna wat afspreken, kan dat ook wel eens een keer alleen, maar we vinden het fijn om het samen te doen. We hebben altijd alles besproken. En echt, ik ben nooit echt helemaal braaf geweest. En hij rookt dat gewoon aan de windrichting zo. En dan had hij wel in de gaten dat ik een klein beetje ondeugd geweest was. En dan hadden we het daar weer over. Ik kwam altijd wel weer uit. Ja, zo kom ik al mee gaan geweest. En op momenten... is het wat dat betreft heel stabiel. En natuurlijk Jan is erbij gekomen. En ik heb nog een relatie met Jolanda. Maar in die zin ja, is er wel veel meer rust in gekomen. Ja. En mooi, natuurlijk ben ik een enorme flirtkont. En ik heb best wel veel contacten her en der. Maar ja, Jolanda is echt mijn tweede relatie. En daarnaast is het gewoon echt hele lieve mensen om ons heen. Waar we omgeven en waar we verhouden. En, maar niet dat we daar echt een relatie mee hebben, maar wel heel close zijn. Ik zeg dan, ja, het is gewoon getrouwd. En je zegt niet gelijk met meerdere personen bijvoorbeeld, omdat hij met meerdere personen samen in een geliefd huis zit. Maar je zegt gewoon, ja, hij is getrouwd. Nou, als mensen dan nog doorvragen, natuurlijk, wat, als je iemand zegt, het is getrouwd, dan gaan mensen vaak niet doorvragen, goh, is dan polyamoreus, want het is niet een standaard iets natuurlijk. En als mensen dan echt geïnteresseerd in zijn, nou, dan sta je er gewoon voor open en dan vertel je ook gewoon hoe het eigenlijk precies in elkaar steekt. Als mensen daar niet naar vragen, dan ga je niet zelf uit jezelf... Nee, van. Precies. Want het is natuurlijk wel een uniek iets. Bij mij zou het zo moeten zijn, bijvoorbeeld met een partner, dat het gewoon tussen twee personen blijft. Ik zou het zelf wel moeilijk vinden om dat nog met een andere persoon te delen. Als je zijn ogen ook in het begin zag, ik bedoel, een klein voorbeeld te geven. Ik kwam voor het eerst samen douchen. En, en een vriendin van ons was er ook. Ik bedoel, daar heb ik ook een heel leuk klik mee. Ja, samen een heel leuk klik mee, want die kennen natuurlijk ook al langer. Ken ik al. Dus Helene had aan Jan gezegd, nou kom je zo douchen. Dus Jan vond het allemaal heel spannend om überhaupt al even met Helene te gaan douchen. En toen stond ik ook erbij onder de douche. En toen kan Marjan, die kan er ook nog bij staan. Die stond met z'n vier onder de douche. Dat is van, oh, nou, dat is al heel bijzonder. Toen begonnen Marjan en ik een beetje te flikvlooien onder de douche. Nou, en ik dacht ook van, laten we het gereedschap maar eens even testen. Maar eigenlijk liet hij niks merken. Hij deed echt zo van zijn normaalste zaak. Maar zijn ogen peulden bijna uit zijn oogkassen. Nee, het was... maar alles werkte keurig volgens het boekje. Ja, zo. Nou, in zijn test doorstaan. Dus dat is goed. Hij rent niet gillend weg. Hij doet niet moeilijk. Dat was eigenlijk het enige echte testmoment. Ja, daar ben je heel goed doorheen gerold. Ja. Vlag en wimpel. En voor mij was het echt, de wereld stond op zijn kop natuurlijk. ik dacht echt dat ik midden in een porno's film was gekomen. Dat was echt niet normaal. En voor ons was het eigenlijk heel normaal. Ja, maar ik wist wel dat ik hem aan het testen was. Ik had wel zoiets van, nou, wel een beetje voorzichtig voor mijn doen. Maar ik denk, kijk hoe die regelt. Kijk, als hij nou gillend weggaat, dan wordt het hem niet. Maar als hij gewoon gezellig meedoet en ervan geniet, dan... Nou, ik denk dat dat wel het enige echte testmoment was. Als je daar inderdaad weggegaan was of zo, of dat allemaal niet gewerkt, ik denk dat ik dan wel afgehaakt was.